En meneer, wat vond u van Abel Enstra? Hij beheerste op 2, 3 vierkante meter het terrein geheel. Zo'n mannetje komen we tegenwoordig in Nederland zelfs al tekort. Snel die bal afgeven, weinig lopen en toch vlug reageren. Alleen vond ik hem traag. Vond u hem lui? Lui, ja. Hij waat een mythe, nog bij zijn lippen. Abel Enstra. Hoe dat hier nou zijn beter dag spreekt er nog hield hij tot de verbeelding. Stugge Vriers die blanco checks oorsloeg. Spul hier mooi de bobo's van Oranje. En een 5-1 achterstoontje in Ajax omtoveren naar een 6-4 weest. Dat is zat de meesten hem kennen. Van de verhalen. Deze film gaat op ziek naar de beelden. Vergeten of misschien zelfs onbekend. Die de verhalen over deze Friese voetbaldoenser verder inkleuren. We hebben hier, nou, ik denk, zo'n 10.000 films lezen en een heel soort video's ik nog. Mijn ondervinding is dat je hier in het filmarchief ziek ging, dan vind je altijd wat. Ik ga wel wat bijzonders maar hebben. In de jaren 70, toen ik opgroeide in Grauw en jeugdvoetballen weer, werd ik heel nog gek van voetbal. En ik wist alles van de Eredivisie, van de topspelers, van de ploegen, zelfs van de Boedelandse ploegen. Maar van Abe hier geen beeld. Ik gerde van die zaait, die haast mythische verhalen over Abe. Maar ik hier geen beeld bij hem. En later ben ik me natuurlijk wel in verdieping. En zie ik wat beelden, wat flitsen op polygoon of op orenfilmpjes. En toen zie ik wel van, ja, maar dit is wel heel uniek wat we hier zien. Dit is een hele complete voetballer. Er zijn nog geen 10 minuten gespeeld als Oranje plotseling de leiding neemt. Na een goed opgezette aanval krijgt Lenstra de bal en zijn schot verrast keeper Nielsen volkomen. De paar honderd Nederlandse supporters hebben reden tot juichen. Ik voel eigenlijk dat het nodig weer om dus, ja, de mensen achter de mythe toch eens een keertje beleer te lezen. Al in de tweede minuut verrast Lenstra de keeper met een geraffineerd boogschot. Ja, dit is natuurlijk weergaloos, hè? Geplaatst buitenkant rechts in een linker kruising. Ik vind deze goal heel mooi, want het jouwt echt wel om wat hij koer. Vaak ben beelden dat bij Abe just en denkt van nou ja, Maar zijn goal, dat typeert hem eigenlijk wel. Dat is just de klasse, druipt er van af. Het schreeuwen van het boek die beeld van Abe ik verloren. Nou, het had mijn beeld wel verloren, ja. Dat het een, ja, hoe mag ik het zeggen? Een misschien al wel betere voetballer weer dan ik dacht, voordat ik erom begon. Hey, dat je toch wat altijd die mythe ik zelf in je holle hier en de clichés eigenlijk die je in je holle hebben. Maar dat beeld is heel bot verloren. En dat hij volle aardiger wie en noffelijker wie en neem maar op als dat je dacht. Nou, dit is dus wat mijn bijen altijd zeggen, de Abekamer. En werd ik een soort in vertoef en al mijn verzamelde speeltjes een beetje bij me kon hebben. De heer Abelenstra geeft keurig door naar rechts binnen Gilmi. Mooi werk van de Turken op het ogenblik, die toch echt wel laten zien wat combineren. 4 mei in 58, toen moesten ze in Turkije. Dus dat bij de radio hoorn en medisch lustre naar die Interland. Maar dat wie net Abe zijn beste wedstrijd. Ik had het dus een paar keer nog zeggen, maar met Abe hoort ik niks. Maar dan kom je wel in die euforie, Abe dit, Abe dat. En als je dan op stritten komt van voetballen, ja, en dan is het, ja, dan hoor je Abe wezen. Alleen op mijn 15e hier heb ik een auto-ongeluk gehad, mijn vrachtauto. Ik ben op de fiets, dat is op een voorstreek gebeurd. En de vrachtwagen die mij geen voorrang joeg, en ja, dan is het over en uit. En dan lees je maanden in het ziekenhuis. En eerst dan krijg je in het ziekenhuis krijg je een boek, voetbalboek. En dan, ja, ik hoor een foto en meer van dat soort dingen. En dat is hem staren gewoon steeds meer uitbreid. Totdat Joert onder de dag. Ze stuurden me een blanco check. Ik streek eens langs mijn kin. Dat is wel heel mooi, vind ik zelf. Op een heel klein briefje. Ze hadden vaak wat een afgod van maken, maar...
Hier toch de televisie zit er bovenop. Dat we toen net zo. De meesten hinden het hebben, maar ze hinden maar ook, sommigen hinden nooit zo. Die hinden van een radioverhaaltje wat jet en die lezen de kranten van Abe geweldig, dit en dat. Ja, dan wil je ophemelen. Ik ga fjouwer filmblikken voelen. Mooie spoelen erin met fragmenten van Abe en fragmenten van Jere Veenhofsteen. Het was 16mm films, het waren 8mm films. Eentje is wel bijzonder, dat is een pad uit de film uit 1949, Koning Voetbal, heet die. Is door Jaap Nieuwenhuizen maken. En daarin liet de topvoetballers van Nederland allerhande technieken zien. Hier gaan we Abe. Bij hem is het mooi om even op zijn bewegelijkheid en zijn souplesse te letten. En dat er ik een geweldige techniek had in de beweging. Hier de volley. Is van de tribune filmen. Stapje Pasen. Maar verderop krijgen we nog zo'n soort van fragment. Hier, tje, in volle snelheid. Rechts zo en met dadelijk links via de dribbelie. Daar zit ik oren topvoetballen zien, maar dat shot er toch, vind ik, houteriger uit als wat Abe zien liet. En Abe is ook heel mooi, die shot altijd in een beweging. Het is, hij is toch verskaten schreeuwers en dichters en kunstenaar neemt. Maar dat begrijp ik heel goed als die beelden shot. Ik zag Abe eigenlijk ook als een artiest. Ja, dat zou iedereen zijn voetbal ik. Want ik heb het wel van spelers van Sportclub Enschede gehad. Hij ging ook letten naar Enschede. Dan spelen er een bal en die rollen. Mooi effect. Precies voor de zietlijn dat die back dacht van hij gaat toch uit. En dan ging die bal kriegen een effect. En de medespeler die pikte die bal weer op. En hupsakee. Maar dat was ongelooflijk zo'n effect dat hij in die bal niet aankoor. Dat was toch een tovenaar op veld. Lenstra werkt zich door de Zwitserse verdediging. Zet voor en Wilkes komt onhoudbaar nummer 2 in het net. Hij ging een radar in een holle. He, die man die zag alles. Maar wat ik vooral heel knap aan Abe vond is A, dat hij als speler eigenlijk alles beheerste. Hij kon maar links geweldig zitten, hij kon maar rechts geweldig zitten. Hij kon daverend, hut en gericht koppen. Hij hing een geweldige dribbel. Hij beheerste eigenlijk alles. En dat net alleen nog. Van Johan Cruijff het altijd zijn, en dat klappert ik wel, dat die oren ik beter voetbal je leert. Nou, dat is precies wat Abe ik die. Toen Abe nog een kleine jongen was, nou, toen was er een jaar of 4, 5. Toen hadden we een oom op visite. Die vrouw was een zuster van mijn man. En toen dus, waren ze met een balletje aan het spelen in de kamer. Toen zegt hij, die oom tegen hem, ach Abe, jij kent al veel harder schoppen. Ja, dat wie Omke Ruurt, uit Grauw. Die kwam op visite bij de Lenstra's in Heerenveen. En er wie een tennisbaltje of zo wat in de hoes, of een oorbaltje. En Abe wie altijd al aan het voetballen als jonkje van 2, 3 al. Die altijd maar de bal. Doe zo Omke Ruurt van, nou, jou die bal maar een beste lel. En ja, maar in de kamer nou. En toen zei hij, nou, probeer het eens. Ik geef je vrij. Geef maar een goede drill aan die. En hij doet dat. Hij neemt zijn voet en die zet er achter de bal. En dat gaat op de kast. En dat is een vaas eraf. Ja, wat moest je ervan zeggen? Hij was vrijgegeven, nou. Hij wie echt helemaal van de kaart dat die vaas dus stikken voelde op het groen. Dat hij dat ding in hier. Dat is maar Abe het letter was hij. Dat wie eigenlijk het moment dat ik wist van, ik wil voetballen. We zien allereerste officiële wedstrijd weer in maart 1940 in Luxemburg. Die wedstrijd verleren ze notabene in de Kuip. Maar Abe scoorde wel bij zijn debuut. In april 1940 speelde Abe dan zijn 2e officiële interland. Dat is dan in België. En daar speelt alleen Vente van Feyenoord ik mee. En die is hem eigenlijk de hele wedstrijd, maar als je voorstelt, ploeggenoot, voor boer rond iets kelden. En stomme boer, je kunt er helemaal niks van. En
Nou ja, dat is natuurlijk net echt lekker voor Abe misschien zelfvertrouwen, dat jonkje van die hondje. Abe is toen naar die wedstrijd net naar het banket daar ging. En kreeg het daar toch ogenblikkelijk de namen van Sture Vriers, die het ogenblikkelijk na een wedstrijd ongedoest soms zelfs opkrast. Maar daar weer dus wel degelijk een reden voor dat er dat die. Hij dacht van, maar deze vent ging ik net op tafel zitten. Wist wel? Nou, dit is dus het programmablad van Engeland en Nederland. Werd Abe voor de zaveltste keer opgesteld waar door de keuzecommissie. Maar net op het plak werd hij graag spilieboer als linksbinnen. Maar Abe stierf dit keer weer als linksboeten. En dat wist zijn plak net. Dat viel er hem net thuis. En toen zat Abe op een gegeven ogenblik, ik ging net mooi. En toen is ze nog wakker met telefoontjes in die het wakker proberen om Abe oer te halen, maar hij houdt voetbestuk. Hij had net mooi geweest. Er is nog een reserve optrommelen, Jan Lauwer. En die heeft mooi dingen. Maar hij is die in het boekje. Maar hij is die in het boekje, ja. Prachtig, hoor. Ja, iedereen die dacht dus dat het mij helemaal niet aanging, een wedstrijd niet. Maar dat was toch in helemaal het geval niet. Van ik was, nou eerlijk gezegd, soms hypernerveus voor een wedstrijd. Ik heb wel overgegeven voor een wedstrijd. Nou, dat zou je helemaal aan mij niet gezegd hebben. Zijn mem zei door hem dat het een ongevoelige jongen weer. Die als er wat vielde, dan vergeerde vrouwt ik haast. He? Ja, dat is zelf ook een factor die het mooi speelt. Als je zo'n groot talent bent in zo'n sport en er zit zoveel mensen omheen en viel ze net goed, dan viel ze dus ik heel dol net goed en dan gaat het volslaan mis. En dat gebeurde vanzelf, zo'n oor dan bij hem. Tijdelijke onmacht, tijdelijke onkunde eigenlijk. Ja. Een soort van kortsluiting misschien wel, van op dit stuit lukt het gewoon net. En dan kijk ik heen springen, leeg springen, het lukt je het net. Abe is de enige die er vlakbij staat. Komt die paas. Abe, kopbal! Nee, slecht. En dan moest hij soms triggeren worden. En dat hier wat mij betreft misschien al wel eens vaker gebeuren kan. Van trigger hem nou eens een keer, wat meer. Hè? Dat is ik het verhaal van dat ze voor de oorlog zijn Veendam spelen en met 4-0 of 4-1 bij rust achtersteen. Dat Hiltje zijn verkeering op dat stuit goelend vlak voor de tweede helft bij Abe komt en zei van oh, zit ze op de tribune, roepen ze van ja, dat komt omdat Abe maar Hiltje verkeering en juist Joen hebben ze nog te doen zijn west of weet ik het wat. En nou ja, wat rap je er aan. En toen waren er wel saal en machtig leuk. Van, toen hebben ze nog maar 6 jaar daar woon in Veendam. Ik zie altijd van er wordt zin en onzin over Abe schreeuwen. Dat is hetzelfde dat de meesten zeggen van hij joeg hem net, hij wist zijn stief en dit en dat. Het valt voor mij, hè. Het valt voor mij. Naast mij zit Abe Lenstra. En dat vind ik wel erg prachtig, want daar heb ik eigenlijk al jaren op gewacht. Ja, toch? Ja. Ik vond dat het prachtig dat u zo lui was. Op het veld, hè? Misschien wel, misschien niet, ik weet het niet. U liep geen stap, hè? Niet te veel. Geen stap te veel. Nee, dat moet je voor je sprint bewaren. Dus als ik zie bijvoorbeeld dat de bal oud ging, dan liep ik er niet hard achteraan en pak die bal een meter achter de outline. Daar heb je niks aan. Laat maar lopen. Ja, dat is Friese nuchterheid. Zo is het, ja. Rustig aan doen. Ja. Mag ik u een glaasje sap inschenken? Nou. Is dat voor de senior of zo? Nee, helemaal niet. Nog een vat, hè? Het is zo droog. Maar u bent een hele kalme, dat merk ik al lang. Dit is prachtige televisie. Waarom hebt u nou altijd die bijnaam gehad van een stugge Fries? Ik vind u helemaal niet stug. Ik weet het niet. Ze zeggen over het algemeen zijn de Friesen stug. Ah, er zitten natuurlijk wel in de Friesen zitten wel stugge mensen. Maar in de Hollanders ook wel. Ik ken er ook wel liever wat stug zijn. Gevat, hè? Ik heb laatst een kranteninterview met u gelezen toen u 50 werd in november en daar zei u onder andere in... Ik heb niet zo'n grote bewondering voor Johan Cruijff als vele anderen. Dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet. Dat heeft kwaad bloed gezet, natuurlijk. En dat is misschien in de prestaties van Johan Cruijff te goede gekomen. Ja, want hij speelde nou de laatste tijd veel beter dan voorheen. Het allerbijzonderste wat we vroeger hebben, uit een 8mm film van Oets Andries Brouwer uit Dokkum. Ik ben al je zwart-witbeelden. En dan in één, tussen al die zwart-witbeelden in, De Grote Vinst. Het kleurenfilmpje van 3 minuten uit 1948 van Jerve en Haarlem. Mooi Abe in een glazen rol. Fjouwe truien.
En Abe scoorde 4 goals. Kleurenbeelden van topvoetbal. Uit 1948. Ik denk dat het uniek is. Het begint met het bruin leren muister. Op een middenstip en dan komt het korps dat marcheert over het veld. En dan komen de spelers op. Eerst die van Haarlem en dan die van Jereveen. Mooi Abe, mooi zijn broer, mooi Hofma, grote spelers. Hier zien we de TOS, Jonkman en Kik Smit. De bekende, beroemde Kik Smit, spits van Haarlem. En dan gaat de eerste helft los. We zien Jereveen met name in de aanval. En we zien geen goals, Pieter genoeg. Het zult 2-1 wezen bij rust. En we zien een paar hele mooie rusjes van Abe vanuit het middenveld. Hij beschikt ook nog een schot, wat oergit. Ja, hier hebben we die rush. Komt de tweede held. En eens zoals in de beelden van de tweede held dat benamen Haarlem drukte in Hoornfobie. Die stierde ik maar 2-1 achter. Tot vlak na rust nog 3-1 van Jereveen. En dan begint Haarlem te drukken en die scoren dan in de rit van de tweede helft 2-3. Toen kick Smit een kopbal en 3-3. En dan is er nog een kwartier of zo te spelen. En dan komt Abe los en die scoort dan op een weergeloze manier de fjouwe draaien van Jereveen. De krantenverslag met de lyrisch hoor, over die goal. Dan in Ien is de wedstrijd ik alweer voorbij. Het is vanzelf maar een filmpje van 3 minuten. En dan zie je de hele mooie sfeerbeelden van het publiek. Met al die woorden en petten en kleuren die het veld opstremen. De Olympische Spelen zijn begonnen. Althans, voor de voetballers van Ierland en Nederland, die met elkaar in een voorronde moeten uitvechten wie aan het eigenlijke toernooi zal mogen deelnemen. In de Nederlandse ploeg speelt Lenstra nu op de rechtsbuitenplaats. En de Ierse verdediging heeft... Hier is Abe. Zoals ja, zien balbehandeling. Dat is uitstekend. Zeker voor die tijd. Hup, 1-2. Combinatie. Hup, en zo makkelijk. Hè? Dat vind ik zo mooi aan hem. Ja, de klasse, het voetbal druipt er gewoon uit. Er zit alles eigenlijk wel in. Hè? En zijn eigen klasse. Het gemak waarmee hij mansjes passeert en het oerstapje en zo. Maar ik het oersjoch wat hij had. En de behendigheid in combinatie met het oersjoch. Dat vind ik wel heel typerend. Hij wil nog beter dan ik dacht. Was het zo dan just. Bijvoorbeeld in Interland Sint-België. De keeper komt uit en hij stift hem achterloos over die keeper heen. De rust van die man voor de goal, maar in alle situaties. Dat is echt alleen maar bij Pelé en Messi en dat soort spelers. En Abe had het nooit zien laten kennen op dat niveau. En ik wil ook heus niet zeggen van Abe, wie is een goede speler of Messi of zo, wist je wel. Maar als het dan zo is, dan denk je van, hier is wat talent, vriend. In de 13e minuut toont Lenstra hoezeer zijn wederopstelling in de ploeg gerechtvaardigd is. Op meesterlijke wijze passeert hij een paar tegenstanders, waarna hij even meesterlijk het tweede Nederlandse doelpunt scoort. Ik heb eens een keer, dan zit hij uit stand zo wat achterloos, zit je mee in een rugte kruising, wist je wel? Abe zei ik altijd van, je mat van de goal, mat je gewoon rustig blowen. Ja, doe het maar eens. Maar hij hield het altijd. Abe's naam is de laatste tijd op vele lippen geweest. Ook in Italië, waar men 100.000 gulden wilde betalen als hij deze benen voortaan op het voetbalveld van Florence wilde neerzetten. Abe heeft na lang beraad nee dank u gezegd. Of misschien wel no grazie. Wat zou een rechtgeaarde Fries ook in Italië moeten beginnen? Je kunt er nooit eens zo heerlijk schaatsen rijden. Echte avonturier wie het net. Wie wil een man van vastigheid. En... als je dan naar het boedelong ging, ja, dan maak je maar ouwe, hoe komt het al hier? Dat begon in 1949 met AC Milan.
wat hem hebben. Later komen de Wolders verhalen van het roem naar een miljoen daar. Jochen ton, zo'n hele ton. Mijn eerste aanbod, toen zat ik nog op een HBS. Maar toen heb ik al een aanbod gehad van Huddersfield Town. Maar ja, toen was ik meen van 16 of 17 jaar. En dat wou mijn vader toen niet hebben. En die zei, jongen, daar gebeurt niks van. Hè? Dat kon niet. Mm-hmm. En toen later heb ik dus wel van Fiorentine heb ik een aanbod gehad. En die wou dus in één som betalen 100.000 gulden. En dat heb ik dus toen afgewimpeld. En toen later, dat weet je, toen zijn er nog veel meer clubs geweest waar ik dus een aanbod van gehad heb. Onder andere van Nîmes. En ja. Nîmes die bood dus een bedrag van 700.000 gulden. Toen had er nog naar de gemeente geweest, had er nog vragen van, ken ik als ik 2 jaar voortging en waarom kom, mijn baan waarom krijgen? Die garage kon ze net aan. Flauw, vind ik dat eens, hè? Maar goed, die garage kon ze net aan. En dat was, ik denk van 14 dagen later, kreeg ik een aanbod van Nice. Dus dat was niet verder vanaf. Mm-hmm. En die schreven mij dus een blanco check. En daar stond dus bij in dat ze hadden dus gehoord van Nîmes dat 750.000 gulden te weinig was. En dan moest ik het zelf maar invullen wat ik dan hebben wou. En toen heb ik zo terloops tegen mijn vrouw gezegd, nou wat zal ik er een miljoen op zetten? En toen zei ze achteraf, nee laten we dat dan maar niet doen. Van stel je nou het geval voor dat ze zeggen, nou kom dat maar voor. Dan zitten we er dan vast. Hij woest zijn eigen gang gaan. En hij woest net in dienst van. Nee. En dan moet het net terug. Nee. Ik wou dat wel voor zo geld weg, zoveel geld. Maar ze wilden dus dat niet meteen betalen hier. Ik zei betaal het maar, zet het maar op een bank, dan ga ik meteen met. Maar dat wilden ze niet. Ik ben toen van mijn onderzoek naar het gemeentehuis van Heerenveen West. Ik heb vanzelfs de archieven in West, heb ik dagenlang zitten. En Abe het vanzelf, dat we helemaal eens keren. Ik word nimmer van dat gemeentehuis West, haar zandje niet lang nou. En dan zus gewoon in januari 51, dus vlak nadat hij Fiorentina overwimpel had, zus dat zijn salaris maar 15% omhoog keert. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige ontdekkingen. Zag graag hoe Heerenveen, en ik wilde meestal zelf, dat hij in Heerenveen blauw. Ze zijn dan altijd, hij kon uit het Heerenveen waar. En dat vonden de meesten dan ik wel mooi. Maar ze weten het net helemaal natuurlijk. Want hij is letterlijk naar Enschede gegaan. En dan had er een gouden tier aan. Dat is ik wel steeds mooi. Ik praat dus met vrienden van hem uit Heerenveen. Toen vroeg ik aan die meesten van, hoe vond Abert nou in Enschede? Nou, hij vond er niks aan. Het had een ongeluk geweest. Maar dan is dus daar in Enschede rondvreden. En dan zijn vrouw en dan zijn ben. En dan bleek dat helemaal niet klopt. Hij had daar die 15 jaar dat er in Enschede ben. Van jongetje 54 tot jongetje 70. Had hij de mooiste jaren van zijn leven gehad. Hendrik Vreun, Terriet. Willem Terriet, die filmen dat dan echt. Ja, die maken mooie filmpjes inderdaad. Ja, heel bijzonder in Italië. Ja, op vakantie. Heel ontspannen. Familiaire tafereeltjes eigenlijk. Ja. Mooi beeld. Avond zwemmen. Wilt hij een hekel aan water hier? Ja. Ja, hier in die tijd, rond zijn 40ste, het Abe zwemles gehad. Dus toen had hij het zwemmen nog geleerd. Ja, begin jaren 60. Ja. Want hij kon alles sporten, no? Hij kon alles sporten, behalve zwemmen. Maar ben je een reetrieder, hutter, ja. Heb je die kampioen op 100 meter. Ja. In Friesland. Maar dat is ik weer de mythe. Hè? Dat Abe, die hoorde al de beste in. Ja, dat weer die. Ik, alleen nog, mijn biljetten, dan schoon ik wel eens hier meer op als dat er hier. Mijn atletiek vind die echt geweldig, hè? Alleen nog, vooral in zijn jeugd, doet hij heel jong weer. Maar doet hij op een gegeven moment dan voorbij Roen Waard, dan houdt hij de melk. Is toch? Wat ik vond, dat we de film van Nauta, uit Snits. De wedstrijd die 43 jaar de film Feyenoord uit de oorlog dus. Het publiek zit heel dicht op het veld, vind ik heel mooi. En dan neemt Abe die corner en ja, dan sjost even. Ik zie mooie traptechniek. En hij loopt zijn witte broek even op. En dan krijgt die boogde houding van hem en dan het veld in rennen. Wat met min of meer legendarisch mag worden is, hè, maar die manier van rennen. Het is voor het eerst dat ik dat saai in bewegend beeld zie. Er is wel een skreun. Dat is bijgelijks een heel mooi gedicht van Jan J. Bieltsma, wat daar ook heet. Dus dat kan ik even voorlezen. Dan had ik een geweldige titel, dat heet Opzien, Ooien, Dooien. Is dit hem nou?
toch de jongen van Tolve, die het voor het eerst us Abe zeeg. De man hie al 5 kwartier net al te volle dien, als hier er geen belang. Maar doe namer de bal op een holle, kuieren sa die Grutte Del Grosso en nog 2 man voorbij, liet toe laks de knikker op een slof vallen en knalde heel bedaard raak in de linker benedenhoek. Doe slofke er weer om naar de middenstip op zijn ooie dooie. Er zijn heel soort dichters die het oerhims kreunen en tochten en dienen. Ja, dat is dus dat feit dat Abe Lenstra het voetbal ontsteeg. He? En dat maakt het hem grutter als in mijn ogen een Vaas Wilkes, een Kees Rijvers, een alles van voor die tijd. Abe die verpersoonlijkte gewoon wat meer als dat voetbal alleen. Het karakter van hem, die persoonlijkheid, de Vries, de mysterieuze, ja, dat is wat hun oorsprutst. Nou, nog één vraag. Bent u nog steeds in goede vorm met de bal? Bent u nog handig mee? Ik ben dus, nou, ik kan dus alles nog precies hetzelfde doen met de bal. Mag ik eens een bal? Oh! Nou, laten we wat zien op het podium. Maar dit, je kan dit niet als bal noemen. Dit is geen bal. Oh, pardon. He? Maar ik zal proberen voor je. Ja? Zeg maar wat ik doen. Nou, ik vond het altijd zo mooi dat balanceren die bal op de voet of op het hoofd of... Ja, wat moest je ervan zeggen? Hij was vrijgegeven, nou. Ah, maar dit is natuurlijk... u moet wel de dames en heren even vertellen dat dit speciaal getraind is vanmiddag. Ja. Ongelooflijk, dames en heren. Ik vind als deze grote man naar zijn plaats terug gaat, dat we nog met z'n allen één keer de jaal van Abe, Abe, Abe. Hartelijk dank. Dat je biograaf binnen van Sanië, het wordt een onderdeel van je leven op een of andere manier. Ik heb hem zelf nooit kend, maar ik heb toch het gevoel dat ik hem... Dat ik hem kennen leert hij, dat ik hem kent heb op een of andere manier of zo. Dat je eens wel alles wil van hem menen te weten, laat ik het zo maar zeggen. Wie is dus mijn jeugdidool? De Kuif. De Leep. De beroemde Lok. Dat hier iets. Daar voel ik hem eigenlijk oors als oors. En nood ik er volle meer van wit, nou, dan denk ik dan. Ja, het is een geweldige man geweest. Ik kreeg een beeld bij Abe. En letter heb ik dat pas gekregen. En nou met de ontdekking van deze filmpjes wordt dat nog pregnanter, zeg maar, dat beeld. Dus eigenlijk begin ik nou pas de jongens erin over Abe, van al die jongens in Friesland en in Nederland, misschien wel de boeten, te begrijpen.